belastingen, de heffingen van Liander, de BTW, daar heeft het bedrijf helemaal geen zeggenschap over. Dat wordt hem gewoon opgedragen, dat moet hij doen. Dus die speelruimte om op prijs te concurreren is ontzettend klein. Maar toch zie je, moet je maar eens gaan testen met die prijsvergelijkers zoals gaslicht.com, of er zijn er meerdere. Elk bedrijf die speelt dan een beetje met een half centje hier en een half centje daar en in combinatie met die vaste leveringskosten. En dat maakt het ook zo lastig om die bedrijven te vergelijken. Het is een hele kunst om eruit te komen welke nou het meest aantrekkelijk is. Die speelruimte is dus heel erg beperkt. Nou, ik ga nu even naar de kosten van Liander, Liander 2021. Die prijzen worden nauwlettend bewaakt door de ACM, de toezichthouder, dus de autoriteit consumentenmarkt. Dus ze kunnen niet zomaar bepalen wat ze erop gooien. Maar dit jaar zijn de kosten toch wel weer wat omhoog gegaan. En ga er maar vanuit dat de komende jaren nog verder omhoog gaat. Goed, die vier posten, dat is dus vast recht. Capaciteitstarief, dat is verreweg de grootste. Periodieke aansluitvergoeding, dat is gewoon voor je aansluiting elk jaar. En je meettarief. Als je een hele grote afnemer bent, zoals een grote VVE of een groot bedrijf, zie je dat het meettarief apart wordt afgerekend door een apart bedrijf. En bijvoorbeeld Enexis, die werkt met Joules. Enexis met Joules werkt. Nou, in ieder geval, die meetbedrijven zijn vaak weer ondergesplitst van de moederbedrijven. Deze kosten, die gelden voor de meeste aansluitingen, want de meeste woningen hebben een aansluiting die niet boven de zogenaamde aansluitwaarde van 3 keer 25 ampère uitkomt. Daar kun je het goed mee redden. Maar als je dus een zware aansluiting nodig hebt, voor wat voor reden, omdat je een hele zware warmtepomp hebt of een heel zwaar elektrische kokerplaat en een zware heetwaterboiler of zo, noem maar op, dan heb je een zwaardere aansluiting nodig. Dan ga je naar 3 keer 35. En dan wordt het dus, het vastrecht blijft gelijk, de periodieke aansluitvergoeding gaat iets omhoog, meettarief blijft gelijk, maar het is vooral die de capaciteitstarief die fors omhoog gaat. Hè. Er zit €750 verschil tussen als je dus gaat opplussen naar 3 keer 35. En er zijn nogal wat huizen die dus overgaan van gas naar elektra, die eigenlijk toch wel een 3 keer 35 nodig hebben. Dus dat komt er allemaal bij. Als je nog zwaarder gaat, hè, de volgende stap is, ik geloof 3 keer 50. En dan komt, daarna wordt het 3 keer 63 ampère. En dan komt ook ongeveer €500 elke stap komt daarbij. Dus hoe groter je aansluiting, hoe zwaarder het capaciteitstarief geteld wordt. Goed, ik hou in mijn berekeningen straks hou ik die €190 aan. Maar hou dat wel in de gaten, dat verzwaren kost geld. De prijzen van Stedin en Enexis zijn vergelijkbaar, maar niet precies hetzelfde. Er is een klein verschil tussen de netbeheerders. Nou, de energiebelasting, die dus bestaat uit de energiebelasting, daar ga ik nu iets over zeggen, op gas en stroom, dat zit vrij complex in elkaar, maar we moeten er toch even doorheen. Ik heb hier dit plaatje verdeeld in drie kolommen, dat zijn drie belastingschijven, zo mag je dat zien. En de eerste belastingschijf geldt voor elke afnemer die tot aan 170.000 kubieke meter gas afneemt. Nou, 170.000 kubieke meter gas is heel veel, hè? Als je nou weet dat een gemiddeld huishouden in Nederland 1300 kubieke meter afneemt, is 170.000, nou, dan ben je echt wel een forse afnemer. Een woning komt daar nooit bovenuit. De tweede groep zijn de afnemers die vanaf 170.000 tot 1 miljoen kubieke meter afnemen. Dus een vrij grote groep, dus 170.000 tot en met 999.990 kubieke meter. Dus 1 miljoen kubieke meter. En dan de groep daarboven zit van 1 tot 10 miljoen kubieke meter. Er zit nog een groep daarboven, maar die laat ik nu even zitten. Dus die onze groep noemen we kleinverbruik en die andere twee zijn grootverbruik. Nou, je ziet dan, als ik nou naar die eerste kolom kijk, daar naar 2021, dat wij als huishoudens, wij zitten in die eerste schijf, 34 cent exclusief BTW, 34 cent energiebelasting betalen. Dat is dus veel meer dan die 21 cent die gas op de markt waard is. Hè? Dat zagen we net in dat
gasbeursoverzichtje. Dat zat ongeveer op 21 cent. Maar de Belastingdienst gooit er zo 34 cent overheen voor ons als kleinverbruikers. Maar een wat grotere verbruiker, die dus in schijf 2 zit, die betaalt voor zijn eerste 170.000 kub die 34 cent. En de elke kub boven 170.000 zakt dat opeens naar 6 cent. Hè? Dat is 0,06 euro. En nog wat, dat is dus 6 cent. Dus de kubsbelasting in die tweede schijf, die is fors lager dan in de eerste schijf. En in de derde schijf is dat nog veel lager. Hè? Die grootverbruikers die betalen voor de kubus boven de 1 miljoen. Hè? Want de eerste 170 betalen ze de volle map. Dan in de tweede schijf betalen ze ook de volle map. En dan komen ze ook op de derde schijf. En dan gaan ze opeens fors minder betalen. Dat patroon is eigenlijk al jaren vast. En je ziet in al die verschillende jaren, van 2013 tot 2021, dat de eerste schijf veel meer betaalt dan de tweede, en die betaalt meer dan de derde schijf. Wat we ook zien de afgelopen jaren, is dat de prijzen, zeker voor de kleinverbruikers, fors zijn toegenomen. En die zijn van 0,18 in 7 jaar of in 8 jaar doorgeschoten naar 34 cent. Dat is een factor 1,87 zijn we gestegen in deze 8 jaar. De andere verbruikers zijn met een factor 1,49 gestegen. Dus ook wel wat, maar minder fors dan de kleinverbruikers. Nou, wij zitten dus op 34 cent of bijna 35 cent. Exclusief BTW. Nu kijk ik even naar stroom. Daar haal ik er even 4 belastingschijven uit. Opvallend is dat die eerste belastingschijf en die tweede belastingschijf eigenlijk vrij klein zijn. He, die 170.000 kubieke meter gas is heel veel vergeleken als je het relateert aan het gasverbruik van een huishouden. Maar die 10.000 kilowattuur, ja, dat zijn net 2,5 à 3 huishoudens. He. Je zit zomaar op 10.000 kilowattuur als je een beetje een grotere verbruiker bent dan normaal. Dus die eerste schijf bij stroom is veel kleiner en die tweede schijf is ook vrij klein. En dan die derde schijf is heel groot. En dan heb je die derde schijf, of die vierde schijf is ook heel groot. Hier zie je een patroon dat vergelijkbaar is. De kleinverbruiker betaalt veel meer dan de grootverbruiker. En de tweede schijf betaalt meer dan de derde schijf. En de derde schijf betaalt meer dan de vierde schijf. En die vierde schijf, dan moet je echt denken aan de grote tuinders en de grote industrieën. Die betalen bijna geen drol aan de energiebelasting. Tenminste, vergeleken met ons. Maar onthoud, de eerste schijf betalen zij ook, dan de tweede schijf, dan de derde schijf en daarna pas in de vierde schijf. Dus het is niet zo dat ze helemaal niks betalen. Opmerkelijk is dat de afgelopen jaren, sinds 2013, de energiebelasting op stroom voor de kleine verbruikers, dat zijn wij dus, afgenomen is. Je ziet daar een politieke sturing in. Gas moet onaantrekkelijk gemaakt worden. Nou, dat lukt aardig, want het is bijna verdubbeld in heffing. En stroom moet een beetje aantrekkelijker gemaakt worden. Dus het verschil tussen gas en elektriciteit wordt door politieke sturing wordt wat veranderd. Voor de grotere verbruikers is de stroom de afgelopen jaren wel duurder geworden. De factor 1,21 en 1,12 voor de hele grote verbruikers. Wij zitten nu dus op nog geen dubbeltje per kilowattuur, exclusief BTW. Nu ga ik naar die andere belasting, dat is de ODE, de opslag duurzame energie. Dat is een beetje een aparte pot, want die pot wordt gevuld met deze heffingen. En dat geld wordt alleen maar gebruikt voor de zogenaamde SDE-subsidie. Dat is een grote subsidie die alle grote hernieuwbare energieprojecten mogelijk moet maken om investeerders een min of meer gegarandeerd rendement op een investering te verschaffen. Dus eigenlijk alle windmolens, alle grote zonnepanelenprojecten, alle biogasvergistingsinstallaties, alle houtstookinstallaties, gaan allemaal via SDE. In die SDE-pot die wordt afgestort met ODE. Nou, naarmate de hernieuwbare energieinvesteringen groeien, moet die SDE-uitkering ook groeien en dan groeit de ODE ook mee. En je ziet dan hier weer die 3 schijven dat sinds 2013 de kleinverbruikers, wij dus 37 keer zoveel betalen in 2021 dan in 2013. Hè. Dus die ODE was bijna niks, maar dat is razendsnel gegroeid. En de grootverbruikers zie je vooral dat de afgelopen jaren dat die ook heel snel gegroeid zijn. Hè. Die zijn een factor 77 gegroeid. Die betalen nog steeds veel minder ODE dan de kleine verbruikers, maar de groei zit er wel in. Dat is ook beloofd dat de bedrijven meer aan ODE moeten gaan bijdragen, want
de last werd wel heel erg eenzijdig bij de burgers neergelegd. Nou, hier zie je dus het patroon. De eerste groep betaalt het meest, de tweede groep wat minder, de derde groep nog wat minder. Die verschillen zijn niet zo dramatisch als bij de belasting. En de groei is in alle schijven duidelijk. Bij stroom is het vergelijkbaar. Daar is het met een factor 27 gegroeid voor de kleinverbruikers sinds 2013. En ook hier zie je dat er toch wel verschillen zijn tussen de eerste en de tweede en de derde schijf. Maar dat is nog niet zo heel lang zo. Het is opmerkelijk dat sinds 2000, wanneer is het begonnen? Nou ja, dat laat ik even in het midden. Maar dat de tweede groep, dus de 10.000 tot 50.000 kilowattuur meer betaalt dan de eerste groep. En de derde groep, dat zijn de echte grootverbruikers, die betalen weer een stuk minder. En de hele grote verbruikers betalen helemaal veel minder. En daar zit een behoorlijk verschil tussen. Kijk, 50.000 kilowattuur, dan heb je een klein werkplaatsje of een tandarts bedrijf of een kleine school of zo. Hè. Die zitten op 50.000 kilowattuur. En die zijn dus vrij fors gegroeid. En die hebben daar wel een beetje last van gekregen de afgelopen tijd. Nou, in die blokjes aan de rechterkant memoreer ik dan dat de energiebelasting voor de kleine verbruiker was 34 cent. Er komt ODE overheen, dat is dus die 8 cent. Daar gaat BTW overheen en zo kom je dan op 52 cent voor de totale energiebelasting op gas. En 15 cent inclusief BTW voor de totale energiebelasting op stroom. Althans, voor ons als kleine verbruikers in 2021. Dan hebben we de gekke post die ik als laatste noemde in dat eerste lijstje. Dat is de belastingvermindering. Dat krijgt u dus terug. En dat is ook een gekke ontwikkeling eigenlijk. In 2013 was er €318 exclusief BTW. En met die BTW die mag je ook mee rekenen. 2014 was het gelijk. 2015 ging het wat zakken. 2016 naar beneden. Opeens in 2019 zakte die fors naar beneden. Dat werd ook gezegd. De energie, de heffingskorting heette die in die tijd, die gaat naar beneden. Toen ontstond een behoorlijke rel in de Tweede Kamer. Misschien weet je dat nog wel. Toen kwam de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer, kwam toen in de problemen. En uit een soort schrikreactie is toen in 2020 die heffingskorting, die inmiddels dus belastingvermindering heet, enorm teruggedraaid. Naar €453 krijgen we nu opeens terug. En in 2021, dit jaar, is het weer gegroeid. Dus we krijgen nu nog meer terug. Heel wonderlijk, maar zo is het nou eenmaal afgesproken. Dat is niet alleen voor woningen, dat is voor elke verblijfsfunctie. Een verblijfsfunctie is iets breder dan alleen maar een woonfunctie. Dit ontvang je dus, dat beseft niet iedereen, maar echt, dit krijg je echt allemaal terug. Nou, dit is wel een hele complexe plaat, maar ik hoop dat ik u er doorheen kan leiden. Ik begin bij de leveringskosten. Dat is dus wat ons bedrijf, laten we zeggen Greenchoice, aan ons doorberekent. Dat is dus wat zij ingekocht hebben, plus een kleine marge. En in dit geval is het €0,066, dus 6,6 cent. Dat is inclusief BTW, heb ik dit even gemaakt, inclusief BTW. Nou, ik liet net zien dat de stroomprijs op de markt zo 4 tot 5, soms 6 à 7 cent is. En nou, dan gooi je BTW overheen, dan zit het op 5, 6 cent. Dan zie je dus, als je dit dus verkoopt, inclusief je marge van €0,066, dat die energiebedrijven daar helemaal niet zoveel op verdienen op die kilowatturen. Nou, dan gooien ze er €71,87 vast recht overheen. Dat is min of meer onafhankelijk van je gebruik. Dat is elk bedrijf doet het anders. Ik heb hier dit even in elkaar gezet op basis van een willekeurig adres in Amsterdam dat ik intikte op een van de vergelijkingssites. En dus dit zijn redelijk actuele prijzen. Nou, ik reken dan op twee scenario's door. Het gemiddelde huishouden zit op 3300 kilowattuur, maar wat gebeurt er nou als je je stroomverbruik reduceert tot 1650 kilowattuur? Nou, dan heb ik dan die energiebelasting en de ODE. Hè, dat is per kilowattuur, heb ik net laten zien, dat is 15 cent. Dat vermenigvuldig ik dan met die 3300 respectievelijk de 200, die 1650 kilowattuur. Dan krijg je daar de bedragen af. Dan krijg je de kosten van Liander. Dat zijn die vier posten. Hè, die vastrecht, capaciteitstarief, aanslagvergoeding en meterkosten. Totaal €274,17 inclusief BTW.
Dat staat ook op de rekening, onafhankelijk van je gebruik. Dan krijg je die 558,56 euro krijg je terug, onafhankelijk van je gebruik. En dan tel ik alles bij elkaar op en dan krijgt de verbruiker die 3300 kilowattuur afneemt, die moet 500,28 euro betalen. En degene die 50% afneemt, hè, dus de helft van die 3300 kilowattuur, betaalt veel minder. Hè, dat is veel minder dan de helft. Hij betaalt 143. Hè, zo zie je dus, als je 50% reduceert op je stroom, reduceer je veel meer op je kosten. En dat komt vooral door die gekke energiebelasting. Hè, die dreunt er heel hard op in. Hè, want die energiebelasting teruggave, sorry, die energieteruggave is groter dan de vaste lasten die geheven worden. Nou, als ik nou alles, al die kosten, die 500 euro, deel door 3300 kilowattuur, dan kom ik dus op een stuksprijs uit van 15 cent per kilowattuur. En als ik die 143 euro deel door 1650 kilowattuur, dan kom ik nog op een prijs van 9 cent uit. Dus dat zou een antwoord kunnen zijn, hoeveel kost onze energie? Het is niet helemaal terecht, maar laten we dat maar eens doen. Nou, ik heb net gezegd dat elke leverancier die speelt met deze twee posten. Hè, dus dat vastrecht en die kilowattuurkosten. Verder mogen ze niks doen. Alles, de rest ligt gewoon vast. Die variabele kosten, dus als je 1 kilowattuur meer of minder neemt. Die wordt bepaald door de kilowattuurprijs en door die belastingen. He, dat vastrecht ligt vast, de belastingen bewegen mee. Dus de variabele kost in kilowattuur meer of minder is 21 cent. Dus dat zou je ook kunnen zeggen. Wat kost energie? 21 cent. U mag zelf de keuze maken. In de maandelijkse rapportages van de meeste energiebedrijven hanteren ze weer iets anders. Dan noemen ze dat de leveringskosten. En in de leveringskosten rekenen ze over het algemeen ook het vastrecht mee. Dus kijk er maar uit wat ze nou wel of niet bedoelen met zo'n uitspraak leveringskosten. De liandekosten rekenen ze niet mee in leveringskosten. Je moet het wel betalen, maar dat wordt niet gerapporteerd. Nou, gas is een vergelijkbaar verhaal. Daar heb je ook de leveringskosten, 27 cent, die bewegen op en neer. Ook daar zit een vast recht op. Dat is bij de meeste bedrijven is dat hetzelfde als op de stroomkosten, in dit geval 71 euro. Daar doe je niks aan. Maar de ODE, die beweegt mee met de kubes in dit geval. Dat is dus het variabele deel. Nou, tel alles maar op. En wat je nu hier ziet, is dat deze persoon 1500 kubieke meter, reken ik hieruit, en de andere 750 kubieke meter. Je zie je wel dat als je minder gas afneemt, dan halveer je, niet helemaal, maar min of meer halveer je je kostprijs. Maar, terwijl elektriciteit steeds goedkoper wordt als je minder afneemt, wordt gas steeds duurder als je afneemt, steeds minder afneemt. En dat komt door die vastrechtkosten en die vaste kosten van Liander. En er zit geen energiebelastingskorting op het gas. Dus als je nou heel weinig afneemt, bijvoorbeeld die 750 kubieke meter gas, dan zit je boven de euro per kuub als je alles uitrekent. Maar het variabele deel zit ongeveer op 80 cent. Dus het antwoord op de vraag hoeveel kost energie is nog niet zo eenvoudig. Het is maar welk model je kiest. Alles is waar, maar hou in de gaten wat er gezegd wordt en wat je precies zoekt en wat je wil weten. Als je nou die 89 cent die ik voor leveringskosten hanteer, uitrekenen hoeveel betaal je dan per kilowattuur. Dat is wel aardig om dat te vergelijken. Dan zit je ongeveer op 10 cent per kilowattuur. Dat is de prijs per kilowattuur aan gas, terwijl elektriciteit zit wel wat hoger, hè? Die zit op 26 cent. Dus elektriciteit is energetisch gezien nog wel veel duurder. Maar als je heel weinig gas gebruikt, gaat die gasprijs per kuub dus omhoog en dan wordt dat onderscheid tussen stroom en gas wordt steeds minder. En dat wordt vooral bepaald door die oplopende energiebelasting. En dat zal de komende jaren nog wel wat doorstijgen. Dit verhaal gaat over groene stroom. He, bijna iedereen neemt in Nederland groene stroom af. Dus ik neem aan dat de meeste van u dat ook wel doet, want dat is eigenlijk toch zoals het hoort. En daarvoor moet ik even een klein verhaaltje vertellen. Ik heb hier een koektrommel. En er zitten 100 koekjes in. Ze zijn allemaal dezelfde koekjes.
Maar 80 van die koekjes heb ik gekocht van bij de Albert Heijn. 10 van die koekjes heb ik gekocht bij een ambachtelijke bakker op de PC Hoofdstraat. En 10 van die koekjes heb ik gekocht bij een biodynamisch winkeltje in de Kinkerstraat. Het zijn allemaal dezelfde koekjes, maar ze hebben allemaal een iets ander verhaal. En die leveranciers die mij dat geleverd hebben, dat heb ik allemaal netjes op een bonnetje vastgelegd. Ik weet precies, er zitten 80 koekjes van Albert Heijn bij. 10 van de PC Hoofdstraat en 10 van de, wat was het, de Kinkerstraat. Dat staat netjes in mijn boekhoudsysteem en ik wil dat graag bijhouden. En nu is er iemand die wil die koekjes van mij kopen. En die zegt, ja, ik wil alleen maar koekjes hebben uit de PC Hoofdstraat. Ik zeg, ja, maar die koekjes zijn allemaal gelijk. Ik heb ze ook allemaal door elkaar geschud. Dus dat kan ik helemaal niet meer terughalen waar welk koekje vandaan komt. En zij zegt, ja, ik wil het toch graag hebben. Ik zeg, oké. Ik geef jou 10 koekjes, ik verkoop jou 10 koekjes. En ik heb hier een bonnetje waarin precies staat hoeveel koekjes ik op de PC Hoofdstraat verkocht heb. En dat bonnetje, dat onderteken ik en dat geef ik aan jou. En dan kan jij zeggen dat jouw koekjes van de PC Hoofdstraat komen. Moet je wel even voor betalen voor dat bonnetje, maar zo doen we dat. Nou, en dat gebeurt dan ook. Nu is er ook iemand die zegt, ik wil 80 koekjes van de PC Hoofdstraat hebben. En dan zeg ik, ja, dat kan niet, want ik heb mijn koekjes al verkocht aan die andere meneer. Maar, zeg ik, ik heb een mannetje in Noorwegen. Die zit ook in een soort PC-hoofdstraat. Vergelijkbaar bedrijf. Die houden ook een hele goede boekhouding bij. En die bonnetjes van die meneer in Noorwegen, die kan ik voor jou regelen. Dan krijg jij die bonnetjes uit Noorwegen. En dan heb jij ook koekjes van de PC-hoofdstraat. Nou, en dat gebeurt dan ook. Nou, dat klinkt een beetje dwaas. Maar zo werkt het systeem van de GVO's. He, dus elke kilowattuur aan groene stroom van windmolens, van zonnepanelen, van vergistingsinstallaties, worden netjes geregistreerd door een bedrijf dat heet CertiQ. CertiQ is een dochter van Tennet. Tennet is het hoofdbedrijf van het hoofdnetbeheer in Nederland, een staatsbedrijf. Die houden dat allemaal perfect bij. En al die bonnetjes worden genoteerd. Maar nu blijkt, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar nu blijkt dat het dus interesse is in die bonnetjes. Net als met mijn koekjes zijn er partijen die willen graag die bonnetjes kopen. En die houden, CertiQ houdt dat netjes bij, hoeveel bonnetjes er binnenkomen en hoeveel bonnetjes eruit gaan. En dat noemen we groene stroom. Dus die groene stroom die u koopt is voorzien van een bonnetje. Maar er is zoveel belangstelling voor groene stroom in Nederland dat we dat lang niet redden met de Nederlandse bonnetjes. Dus er wordt heel veel aan bonnetjes aan GVO's, garanties van oorsprong, worden geïmporteerd uit het buitenland. Een heel groot deel komt uit Spanje en Italië, Noorwegen, IJsland zelfs. Heel vreemd, hè? Er wordt helemaal geen stroomdraad naar IJsland. Maar dat geeft niet uit. Het gaat niet om fysieke levering, het gaat over de bonnetjes. Er is een heftige discussie in die wereld. Er zijn ook allerlei bedrijven die bemoeien zich hiermee. Die proberen dan te onderscheiden wat is de echte groene stroom, wat is schone groene stroom, want je hebt ook nog vuile groene stroom en sjoemelstroom. Dat zijn allemaal nieuwe woorden. En dat is een hele turbulente wereld. En dat gaat allemaal hierover. Je kunt ook gewone stroom kopen zonder certificaat. En dan koop je zelf. Dus niet via GreenChoice, niet via bijvoorbeeld GPX. Die verhandelen alleen maar die certificaten. Zonder dat zij zichzelf zien als energieleverancier. En hier zie je bijvoorbeeld bij GPX. Die verkopen dus 1000 kilowattuur Nederlandse wind uit Gouda. En voor dat bewijs, dat bonnetje van die 1000 kilowattuur Nederlandse wind uit Gouda, betaal je dan €12,95 per megawattuur. Dat is bijna 1,3 cent per kilowattuur. Daar moet je dan voor betalen. Maar dan kun je wel zeggen, mijn stroom komt uit Gouda. En je ziet hier dat Belgische zonnestroom van kleine locaties is ietsje goedkoper, maar nog steeds bijna een cent. Hier heb ik het overzicht van 2019 van CertiQ. Die presenteren dat altijd heel netjes. Je ziet hier dus in 2019 die bovenste regel dat er 18 miljoen of 18.890 miljoen kilowattuur, dat is dus totaal zeg maar ongeveer bijna 19 miljard kilowattuur, is er aan Nederlandse groene GVO's is er geproduceerd en gecertificeerd door CertiQ. Daarnaast heeft CertiQ, die doen het allemaal heel netjes, ook nog eens 47 miljard kilowattuur geïmporteerd uit andere landen. Uit andere tabellen kun je halen waar dat allemaal vandaan komt. Dus dit is een rijke
handel in buitenlandse certificaten, want de Nederlandse bedrijven en de consumenten willen dolgraag groene stroom hebben. En het maakt dan niet zoveel uit waar het vandaan komt. Daar wordt dus druk op gehandeld. Dus de hoeveelheid geïmporteerde GBO's is ongeveer 2,5 keer zo groot als de Nederlandse productie. Je ziet wel dat de Nederlandse productie die neemt elk jaar natuurlijk toe. Maar het is nog steeds niet genoeg om de vraag te dekken. Bij groen gas gaat dat op een vergelijkbare manier, maar er is veel minder groen gas beschikbaar op de Nederlandse markt dan groene stroom. 200 miljoen kubieke meter gas werd groen gas, en dat komt dus uit vergistingsinstallaties, nog een paar vuilstortinstallaties waar methaan uit de vuilstort ontstaat. Maar we hebben niet zo grote producties in Nederland. 200 miljoen kubieke meter groen gas werd geregistreerd. Allemaal netjes op GVO's is dat geregistreerd. Er is een ander bedrijf, Vetogas. Vetogas is een dochter van GasUnie. Die handelen dan volgens een bepaalde norm, de NTA 8003. Er wordt allemaal netjes geregistreerd. Maar die 200 miljoen kubieke meter gas, ja, dat is niet eens 0,5% van onze totale gasvraag. Dus als je toch groen gas wil hebben, dan zijn er onvoldoende certificaten in de markt. En in het buitenland is er ook vrij weinig beschikbaar. Dus wat doet men dan? Men gaat naar optie 2. Dat is dan geen GVO-certificaat, maar dan wordt het gas groen genoemd door de CO2 te compenseren. Met bijvoorbeeld aanplant van bossen ergens in Zuid-Amerika of Afrika. En dat wordt dan gecontroleerd door bedrijven zoals Gold Standard. Hè. Dat zijn gewoon bedrijven die houden dat in de gaten. En je moet er maar van uitgaan dat allemaal netjes gecontroleerd wordt. Er zijn er andere, maar Gold Standard, dat is een bekende, hoog aangeschreven partij. Dus het meeste groene gas dat wij in Nederland op onze rekening zien, dat is gecompenseerd groen gas. En er is weinig GVO groen gas. Sommige bedrijven die hebben dan een vetogas certificaat, maar die voegen dan nog een fair trade certificaat aan toe, zodat je zeker weet dat die compensatie ook fair en slaafvrij enzovoort is. Dus er worden allemaal certificaten op elkaar gestapeld. Zo werkt dat. Oké, het is alweer tijd, jongens. Ik moet afronden. Nou, wat weten we nu en wat mogen we verwachten? Nou, we weten nu, dat heb ik laten zien, dat in onze energierekening die marktprijs, die toch vrij volatiel is, hè, die beweegt voortdurend, eigenlijk heel weinig invloed heeft op onze uiteindelijke rekening. De rekening wordt vooral bepaald door de belastingen die geheven worden. En ga er maar vanuit dat gas wordt duurder, niet omdat de markt zo duur is, want die gasmarkt is eigenlijk helemaal niet zo goed op dit moment. Nee, het wordt duurder omdat de belastingen duurder worden. En dat patroon dat we de afgelopen jaren gezien hebben, wordt de komende jaren nog niet afgebouwd. Gas wordt nog wel wat duurder, want we moeten van het gas af en de fiscus wordt daarvoor gebruikt. Stroom zal voor ons niet veel duurder worden, misschien zelfs een beetje goedkoper. Maar ook daarin is de belasting en de ODE bepalend. De ODE zal nog wel wat groeien, hè, want de SDE heeft nog wel wat geld nodig de komende jaren. Dat duurt niet eindeloos. De verwachting is dat op basis van de huidige prognose 3 à 4 jaar een kleine groei moet plaatsvinden en dan is er voldoende geld. De netwerkkosten, dus die kosten van Liander, die zullen de komende jaren ook nog wel wat stijgen, want er moet heel veel gebeuren aan onze gas- en elektriciteitsnetten. Een gek fenomeen is, en je kunt nu misschien doorgronden hoe dat komt, is dat als je minder gas afneemt, dan stijgt de kubusprijs in feite als je alles doorrekent. Dus hoe minder je gebruikt, hoe groter je last relatief is. En dat is wel interessant, want dan wordt de overstap naar elektriciteit wordt steeds aantrekkelijker. Het belangrijke is om goed in de gaten te houden dat een zware aansluiting, dus zwaarder dan 3 keer 25 ampère, altijd duurder is. En dat gat zal ook niet kleiner worden. Hè. Dat is zo'n €800 komt erbij als je overstapt naar 3 keer 35. Nou, we hebben wat geleerd over die GVO's. Hè. Dat zijn voor een groot deel, is dat of zo'n 60-70% zijn geïmporteerde certificaten. Dat zal de komende jaren ook niet veel minder worden, want de vraag groeit nog steeds naar groene elektriciteit, terwijl het aanbod van Nederlandse elektriciteit groeit wel, maar niet voldoende snel. En groen gas, dat is vaak, niet altijd, maar vaak is dat gewoon vergroend door compensatie. Waar we nu geen tijd voor hebben, maar altijd wel een leuke discussie is de vraag, waarom koopt u groene stroom?
Ja, dat klinkt een beetje intimiderend, deze vraag, maar probeer hem eens voor uzelf te beantwoorden. Waarom doet u dat? Ja? Als het antwoord zou zijn, ja, ik wil graag de groene energie vooruit helpen, dan kun je er tegenover zeggen, ja, maar dat doet u al. U betaalt veel belasting, u betaalt steeds meer ODE, en met die ODE wordt de groene energie gefinancierd. Of u dat leuk vindt of niet, u betaalt eraan mee. En dat beetje dat u erop toelegt met groene stroom, maakt echt niet zoveel uit. Maar bedenk dat eens. Waarom doet u dat nou eigenlijk? Wat wilt u bereiken? En bereikt u ook wat u wil bereiken door die groene stroom af te nemen? Goed, dit was de presentatie voor vandaag. Ook nu is weer duidelijk dat gasgebruik, met name dan voor de verwarming, een hele grote kostenpost is. Dat wordt de komende jaren niet minder. Dus de partijen, de huizen die veel gas afnemen omdat ze een leeg huis hebben, die zijn echt de sjaak, hè, want die betalen de prijs natuurlijk. Dat is eigenlijk heel gek. Hè? Hoe slechter je huis is, hoe meer je afdraagt aan belasting en hoe meer je bijdraagt aan de energietransitie, omdat je heel veel ODE afdraagt. Dat is een beetje een gekke paradox natuurlijk. Maar hoe warmte zich gedraagt en hoe je dat kunt beïnvloeden, dat komt volgende week aan de orde. Op Substack, een aantal van jullie zitten al op mijn Substack, is nieuwsbrief nummer 4 die vorige week verschenen is. Gaat helemaal over dit onderwerp. Het is wel een beetje droog opgeschreven, maar dat is ook een beetje de bedoeling. Als u dat interessant vindt, zoek die nieuwsbrief eens op en dan kun je smullen van alle cijfertjes die daar gebruikt worden. Huiswerk is, ga zelf eens wat oefenen met verschillende scenario's voor je energiegebruik via vergelijkingssites zoals bijvoorbeeld gaslicht.com of Independer of Pricewise. Er zijn er nog veel meer, het zijn over het algemeen wel aardige systemen. En ga er eens een beetje mee spelen om te kijken waar kom je dan uit als je verschillende gebruiksscenario's intikt en als je wisselt tussen een prijsvechter en bijvoorbeeld een marktleider zoals Essent of Vattenfall. Dat is heel interessant te zien wat er dan gebeurt. Nou, de sheets die worden weer op de bekende website geplaatst. Ze staan er nu nog niet op, maar morgen komen ze er wel op. En ik kan zeggen, graag tot de volgende keer. Dan druk ik op stop share en dan is dit alweer voorbij. Ja, super, Franks. Het was een aardige verhouding van alle energieleveranciers, vooral de achterliggende gedachte van de GVO's, interessant. En ik zie ook wat vragen in de chat voorbij schieten. Ik weet niet of je dan mee hebt kunnen kijken. Ik zag van Spijkenergie over de energiearmoede. Ja. Welke tips kan je geven om goedkoop in te kopen? Wisselen? Ja, maar je zult zien als je gaat onderzoeken, bijvoorbeeld als je via Vereniging Eigen Huis of zo, die heeft wel een collectieve inkoop, maar die verschillen, dat is zo marginaal. Dat is niet zo groot. Er zijn mensen die veel overstappen, omdat je soms wel €200 overstap cadeautjes krijgt. Kijk er ook naar uit, want dat geld wordt niet altijd zomaar uitgekeerd. Dat wordt dan vaak in cadeaubonnen of dat wordt op een of andere manier versleuteld. Maar sommigen die storten dat echt. Ik vind dat zelf een beetje naar dat je elk jaar overstapt. Maar sommige mensen doen dat, dan is er nog wel wat geld te verdienen. Maar er is eigenlijk als consument, ook als je een grote groep consumenten bent, eigenlijk geen onderhandelingsruimte om die prijs naar beneden te krijgen. Want nogmaals, de prijs wordt vooral bepaald door de belasting. En die markt, een halve cent meer of minder, dat maakt allemaal geen klap uit. En die energiearmoede, de enige manier om energiearmoede tegen te gaan, is zorgen dat er geen energie afgenomen wordt. En met name gas. Kijk, elektriciteit, dat is opmerkelijk goedkoop. De meeste mensen hebben dat niet in de gaten. Maar je betaalt, omdat die belastingvermindering zo enorm is, betaal je heel weinig feitelijk voor je elektriciteit. Gas, dat is de grote boosdoener. Kijk, dat is een goede tip. Over elektra gesproken, ik zie ook van Adrie en daar is Ingrid ook nog over. De verrekening is niet zozeer de verrekening van belasting op stroom. Dat zegt de fiscus niet, hè, waar dat nou voor is. Maar het wordt verrekend via de stroomaansluiting. Dus als je op een of andere manier geen stroomaansluiting zou hebben, dan krijg je hem ook niet. Dat is bijna niemand, want iedereen heeft een stroomaansluiting. Maar dus dat heeft niks met gas of warmte te maken. Als je een stroomaansluiting hebt, dan wordt dat verrekend. Kijk, als je een normaal huis hebt dat redelijk geïsoleerd is en je bent, en dat is dan vooral, hebben we vorige keer ook gezien, een beetje voorzichtig met die vermogensvraag voor warm water. Hè, dus de warm water voor je douche, dat is met warmtepompen vaak best een probleem. Hoe los je dat op? Met een boiler of laat je hem langzaam vullen door de warmtepomp op voorraad en allerlei verschillende systemen. Maar dat is vaak bepalend en je
je kooksysteem, als je hele zware kooksystemen inzet op elektriciteit, dan wil het wel eens zo zijn dat je het niet redt met 3x35. En als je 3x25, als je ook dan nog eens een zware aansluiting hebt voor je elektrische auto, dan heb je meer nodig dan 3x25. Mm-hmm. Dus het is echt wel de moeite waard om dat door te rekenen. En veel systemen kun je best op krachtstroom zetten. En dan zet je dat, dus de aansluiting tussen de fases. En dan krijg je een hoger voltage. En dan krijg je ook een hoger vermogen. Hè. Je kooksysteem wordt over het algemeen op twee fases gezet. En dan hoef je dus niet noodzakelijk naar een hogere aansluiting. Dit wordt een beetje elektriciëns jargon. Ik denk dat Fius het wel kan volgen. Ster en driehoekschakelingen. Nee. Maar het is niet zo dat als je een zwaar systeem hebt, dat je per definitie naar 3x35 moet. Maar als je veel zware systemen inzet, dan wel. En ja, ik zie het toch veel gebeuren. Dat mensen niet uitkomen met 3x25. Ja, ik zie dat ook wat de Ingrid zegt. Die legt veel vanuit wonen en denkt bij de bewoners uitleggen of het nou 3 of 2 fases is en waar je keuzes van kan maken. Ja, maar ik denk dat het ook relatief afhankelijk is wat er aangeboden wordt en wat dan de meerwaarde is. Ja. Kijk, een modern huis heeft altijd 3 fasen. Er komen dus 3 draden je huis in en een mindraad die eruit gaat. Maar de oudere aansluitingen, die hebben vaak nog maar 1 fase of 2 fasen. En dat is wel lullig eigenlijk, dat als je 1 fase, 2 fase of 3 fase hebt, de rekening van Liander blijft gelijk. Ja. Dus je van niks tot 3x25 kost dat bedrag dat ik noemde. Dat is eigenlijk onterecht, maar het is nu eenmaal zo. Maar over het algemeen, of in veel gevallen, als je dan maar 1 of 2 draden hebt, 1 of 2 fasen krijgt, als je dat bespreekt met de energie, met het netwerk, dan is het vaak toch wel mogelijk om 3 fasen te krijgen. En dan moet de hele straat moet dan mee. Maar een moderne huishouden moet eigenlijk toch wel op 3 fasen komen. Ja, ik zie dat het heeft dus niks met die amperes te maken. Ja. Ik zie dat Paul daar ook een goede oplossing, heel creatief, door een collectief systeem te creëren en met achter de meter de straat dan onderling af te rekenen. Maar mag niet, hè? Nee, dat zag ik ziek van Ronald. Maar ik kan wel zeggen, bijvoorbeeld VVE's, hè, dat gebeurt nu wel eens in VVE's, dat een VVE bijvoorbeeld 3 trappenhuizen heeft. En dat je dan 3 trappenhuizen hebt met 3 meters. En die betalen 3 keer betalen ze een aansluitvergoeding. En dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook met Stedin of met Liander afspreken. Maar daar moet je wel zelf mee beginnen, want ze zullen je het niet vertellen. Dan het is 1 VVE met 3 trappenhuizen en 3 meters. Wij willen graag dat u dit ziet als 1 meter. En dan moeten ze daarin meegaan. Maar zeggen, we gaan met z'n allen op 1 meter en alle buren, en dan heb je dus maar 1 aansluiting, dan kom je dik boven die 10.000 kilowattuur uit, dus dan ga je veel minder belasting betalen, en dat zou heel mooi zijn, maar dat mag niet. Dan overtreed je de wet. Nee. Ja, Paul zegt het al, of Ronald zegt het al, ja, dat is helaas wettelijk niet mogelijk. Ja. Dat is niet toegestaan. Maar er wordt wel eens wat mee geklooid, hoor. Ik zie bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen. Ik zie het in mijn, waar ik woon nu in een hele grote VVE, hebben we 1 aansluiting, 3x63 ampère, waar de hele zooi op zit. En dat is eigenlijk, er zitten meerdere partijen zitten onder 1 meter. En dat wordt toch toegestaan, omdat dat 1 rechtspersoon is. Maar dat is toch, op het randje is dat, hoor. Maar dat scheelt enorm, is dat. Oké. Okay. Ja. Ik zie het bewijs ook doorkomen als afsluiting van Jorien, die zegt van 80 vierkante meter appartement, 3x25 per een all-electric huis. Dat het gewoon wel uitkomt. Dus, ja hoor, ja. Oké. Okay. Kijk, ik wil nog even benadrukken. Het gaat dus niet zozeer om het verbruik, hè. Het gaat vooral om die gekke vermogenspieken. Mm-hmm. En als je dus een systeem hebt dat bijvoorbeeld 's ochtends wordt dan de boiler aangezet. Een grote boiler die dan razendsnel moet draaien om het water warm te krijgen. En je gaat elektrisch koken. En je zet je koffiezetapparaat aan. Dan kom je niet uit. Ja. Dus dan is die vermogenspiek te hoog om het op te vangen. En dan moet je eigenlijk een zwaardere aansluiting hebben. Maar veel slimmer is kijken, kan ik die vermogenspieken niet wat afvlakken. En naast elkaar zetten. Dus niet op elkaar, maar naast elkaar. En dan kun je er vaak wel uit wegkomen. Dus nogmaals, de zwaarte van de aansluiting heeft niet alles te maken met de hoeveelheid kilowatturen die je afneemt, maar vooral met die vermogenspieken. Kijk. En probeer dat te vermijden. Slimmer gebruik van de elektra, zeg maar.
Ja, en goed kijken, waar zitten die pieken? Kan ik ze voorkomen? Oké, nog een afsluitende andere tip, Frans? Of nog afsluitende chatvragen? De laatste? Nou, toch even die gewetensvraag, dus een beetje prikkelend. Maar bedenk eens voor jezelf, waarom wil ik nou eigenlijk groen gas? Of groene elektriciteit? Misschien kunnen we de volgende keer even op terugkomen. Wat denk je nou te bereiken? Waarom doe je dat allemaal? All right. Er is nog een vraag van Michael Michael Turel zie ik Michael? Hier is Michael in beeld. Nee. Ja, hij zit op zwart. Goed. Ja, sorry. Ja, we hadden mailcontact. Over de zware gasmeters. Ja, dat is ook zo. Die gasmeters hebben een bepaald vermogen. Hè, net zo goed. Die kunnen dus een hoeveelheid kubus per uur leveren. Nou, u weet wel, energie met tijd, dat is vermogen. Die hebben een bepaalde codering. Maar dat gebeurt nog wel eens dat die gasmeters inderdaad te zwaar zijn. Dan kun je ook gewoon kijken op je aansluitvermogen. Wat is je aansluitcode voor je gasverbruik? En ook dat heeft niet zozeer met de hoeveelheid te maken, maar met de piekvragen. En als je piekvraag niet zo hoog, dan hoef je helemaal geen zware gasmeter. Het is niet zozeer de meter, het is meer de aansluiting. Ja, dat is inderdaad een hoogvastrecht. Ik heb het daar dan niet over gehad, maar ik zal even een extra sheetje toevoegen de volgende keer, want we gaan het toch over warmte hebben, dus dan is het best passend om dat nog even te noemen. Kijk. Dus daar kom ik op terug, Michael. Voorzitter, het is 9 uur geweest. Ja. We moeten eruit. Ik zie de wet van Frans is al overtreden door Frans zelf. Maar dankjewel Frans voor de afgelopen 3 kwartier. Ik denk goede inzicht. En we kijken vooruit naar de komende sessie van volgende week woensdag. En dan gaat het volledig over warmte. In de tussentijd natuurlijk een klein beetje de reclame. Voor de 02025, voor de nieuwsbrieven. Energieontbijt, dat is pas weer in maart, maar daar kan je natuurlijk nu al voor opgeven. En uiteraard zou ik zeggen, een fijne avond. Lees dat rustig na op de slides, die worden morgen gedeeld. En dan zie ik jullie allemaal volgende week weer terug. Dankjewel allemaal. Fijne avond allemaal. Bedankt, tot ziens. Tot ziens. Bedankt, dag.